Op 31 maart 1940 maakt Abel Enstra zijn debuut in Oranje. De Vries scoort in de Rotterdamse Kuip het openingsdoelpunt tegen Luxemburg, maar kan niet verhinderen dat er met 5-4 wordt verloren. Door de Duitse bezetting komt er voor de oorlog 1 interland bij, maar na 1945 is Abel Enstra een belangrijk international. Abel Enstra, de nieuwe aanvoerder van Oranje, introduceerde zijn mannen bij de prins. Gedurende enige tijd golfde het spel nu heen en weer. Tot in de 17e minuut de bal voor de voeten van de Deense linksbuiten Seebach kwam, die Landman van vrij dichtbij met een hard laag schot passeerde. Deze voorsprong van de Denen was wel wat geflatteerd, omdat Oranje tot dit ogenblik enigszins in de meerderheid was geweest. In de volgende minuten trok Nederland fel ten aanval. De achterstand moest en zou verkleind worden en dat lukte ook. Lenstra bracht de stand tenslotte op 2-1 nadat Luiten de bal eerst tegen de paal had geschoten. Ondanks ingespannen pogingen van beide partijen kwam in deze stand geen verandering meer. Omdat Oranje de kwaliteit mist om zich te plaatsen voor WK's, is de vriendschappelijk interland tegen West-Duitsland het hoogtepunt. Op 14 maart 1956 verslaat Oranje de toenmalig regerend wereldkampioen in Düsseldorf met 2-1. Lenstra neemt beide doelpunten voor zijn rekening. Lenstra weet een schot van een der andere aanvallers juist dat tikje te geven dat nodig is om de Duitse keeper te passeren. En dan, enfin, dat ziet u wel. Na 27 minuten komt vrij plotseling en haast niet zichtbaar door de sneeuwjacht het tweede Nederlandse doelpunt weer van de voet van Lenstra. In het veld en langs de lijn kan men zijn vreugde dan nauwelijks op. Abe, twee doelpunten vandaag. Dat was wel bijzonder prettig, een hele grote verrassing. Maar hoe zijn ze eigenlijk tot stand gekomen? Kun je dat nog eens even vertellen? Dat eerste doelpunt, dat was van Koiko Paul en die zou een schot op doel geven. Dat zou naast gegaan zijn, dat kwam in mijn richting en toen heb ik hem ineens ingeschoten tussen de bek Juskoviak en Herkenraad in. Herkenraad kon hem nou wel achterna vallen, maar niet meer stoppen. Dat tweede doelpunt, dat was een voorzet van Rex. Daar sprong Appel, die sprong tegelijk met die keeper Herkenraad. Herkenraad sloeg de bal precies naar mij toe waar ik stond. En toen heb ik hem met mijn linkerbeen in de verste hoek geschoten. Abel Enstra speelt 2 van zijn in totaal 47 interlands samen met zijn Heerenveense ploeggenoot Germ Hofma. In 1950 speelt Oranje 2 vriendschappelijke interlands. Hofma, die tussen 1945 en 1959 maar liefst 110 doelpunten scoort voor Heerenveen, debuteert op 8 juni in Stockholm, waar met 4-1 van Zweden wordt verloren. 3 dagen later in Helsinki wordt tegen Finland eveneens met 4-1 verloren. Hofma wordt nadien nooit meer geselecteerd. Pas in 1998 debuteert de derde speler van Heerenveen in Oranje. De nieuwe bondscoach Frank Rijkaard stuurt een uitnodiging naar Jeffrey Talan. De aanvaller speelt op 10 oktober in Eindhoven 90 minuten mee in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Peru. Talan wordt 5 keer opgeroepen door Rijkaard, maar mist het EK in 2000 door een blessure. Na dat toernooi doet ook Louis van Gaal nog 3 keer een beroep op Talan, die in totaal 8 interlands speelt en daarin 1 doelpunt maakt. Dat gebeurt op 2 september 2000 in de WK-kwalificatie interland tegen Ierland. Ugur Yildirim behoort tot het selecte gezelschap dat 1 interland achter zijn naam heeft. Dankzij een bloeiperiode in het shirt van Heerenveen wordt hij begin 2005 door bondscoach Marco van Basten gevraagd zich beschikbaar te stellen voor Oranje. De keuze tussen Nederland en Turkije is lastig, maar op 9 februari debuteert hij tegen Engeland. Dit is Yildirim. Met goal in zijn rug. En dat is een stevige botsing met West Brown. Na het 0-0 gelijke spel op Villa Park in Birmingham zit de interlandloopbaan van Yildirim erop.